Van harte goeiedag kijkers en welkom bij deze nieuwe aflevering van Coffee Break. We nemen inderdaad een break om een kwartiertje lang wat koffie te drinken met onze gast. Dit programma komt tot u met de complimenten van Puro en Mico Coffee. En vandaag zitten we in Delish op de hoek van de Gravenberg en de Albergastraat voor de beste koffie en de beste broodjes. Nou, mijn gast die is er al. Ik stel aan u voor Joanne Wimpel. Joanne, goedendag. Laat me beginnen met koffie. Het is koffiebreak, we zitten hier met een kopje koffie. Koffie, klopt. Ben je een koffiepersoon? Ja, maar niet dat ik erom sta te springen, maar als ik zo op het werk ben, op kantoor, dan gebruik ik wel koffie zo tegen 10, 11 uur. Dus ik start mijn dag niet met koffie, maar tussendoor heb ik dus sowieso altijd koffie. En als je die koffie niet hebt? Dan is het groene thee. Dat is eigenlijk dus niet zo'n probleem. Water of groene thee, maar ik zorg wel ervoor dat ik mijn koffie meeneem in die handige verpakkingen. Mm-hmm. En is dat de enige periode van de dag dat je koffie drinkt? De enige periode, want 's avonds heb ik het niet nodig. Ik heb een vrij druk programma, dus ik kom er daar ook niet aan toe. Als ik thuis kom, dan staan er andere dingen op mijn programma. Mm-hmm. Maar als ik rustig op kantoor zit, dan kan ik een bakje koffie pakken. Oké, okay. Joanne Wimpel. Ik ken jou van de sport, maar er is veel meer achter Joanne Wimpel. Laat me beginnen met het bekende. Jij doet veel aan lichaamsbeweging in verschillende vormen. Vertel. Ik doe heel veel op dagbasis. Ik ben dus namelijk gecertificeerde personal trainer. En ik ben, ja, personal trainer word je ook niet zomaar. Ik ben verslaafd aan sport, dat kan je zeggen. Ik doe van alles zo'n beetje. Ik vind het een challenge om dus any sport uit te proberen. Ik hou van lange afstand rennen. Ik doe zwemmen. Thaiboxen doe ik ook nog, van alles. Er is in feite haast niks dat ik niet doe. Is het zo vanaf je jeugd of ben je er later toegekomen? Het is niet meteen vanaf heel jongs af begonnen. Omdat ik dus op de basisschool helemaal niks moest van gymmen. Ik vond het niet spannend. Dus ik keek nooit uit naar gymmomenten. Maar het begon dus op de MULO-school. Toen ik dus keek naar iets anders en dan ben ik dus aan taekwondo gaan doen. Vond ik spannend, twee keer in de week, op de dinsdag en de vrijdag. Mijn pak altijd netjes strijken, deed ik zelf. Ik was heel jong, 11, 12 nog. En dan ben ik dus gestart met thaiboxen, met taekwondo. Mm-hmm. En zo begon het door te rollen. En toen ik op de middelbare school belandde, ben ik dus aan krachttraining gaan doen. En daarnaast ook nog fitnesslessen, dus groep fitness deed. Ik was haast iedere dag present in de zaal. Goede instructeur had ik toen en dat deed ik dus ook als iedere dag. Wie is de goede instructeur? Het was meneer Schuurman van KOB, okay. Die deed. Mm-hmm. En ik pakte wel twee klassen op een dag hoor. Dus als ik bijvoorbeeld 5, 6 had getraind, dan schoof ik meteen door naar 6, 7. En toen begon ook in diezelfde periode, kreeg ik dus belangstelling. Ik werd nieuwsgierig en begon ik dus, heb ik me aangesloten bij Gazelle. Atletiek Vereniging. Als een van de jongsten. Van die tijd toen heb ik me dus aangesloten. Ik rende eerst alleen. En dan heeft men me gevraagd, sluit je aan bij ons? Wij trainen 3 keer per week, soms een 4e op de zondag. En zo begon het, mm-hmm, met die lange afstanden. En daarnaast, ja, deed ik nog steeds aan mijn krachttraining. Maar goed, toen deed je eraan. Nu weet ik dat je een goedlopende sportschool hebt. Wanneer kwam die switch van, ik wil niet meer zelf meedoen, maar ik wil nu mensen gaan inspireren en mensen instrueren? Het kwam meteen na mijn gewichtsconsulentenopleiding in 2010. Toen ik dus in feite de mensen dus meer moest pushen om hun gewicht te bereiken, hun streefgewicht te behalen. Mm-hmm. Waardoor ik dus ook wat beweging met ze deed en ik begon heel simpel in de kuil. Okay. 3 keer in de week te lopen met ze in de kuil. En uiteindelijk, ja, van mijn huis uit had ik ook groepen. We waren dus een paar keer per week bezig. Maandag, woensdag, vrijdag en ook zondag. 4 dagen in de week. En uiteindelijk heb ik die switch gemaakt. Toen ik dus mijn personal training opleiding heb gevolgd, ben ik dus overgegaan naar trainen met gewichten en andere equipment. Maar volgens mij ben je de hele dag bezig met trainen. Doe je nog andere dingen? Wacht, jawel, even, werk je? Yes, ik ben jurist. Ik ben jurist en ik ben iedere dag op kantoor. Mm-hmm. Ik werk op het ministerie van regionale ontwikkeling. Op de afdeling regionale organen en wetgeving. Mm-hmm. Dus je hoort het al, wetten maken. Dus als het gaat om bijvoorbeeld districtsverordeningen, dan is, okay, het mijn afdeling die daarover gaat. Dat is, okay, heel spannend, heel leuk.
Maar goed, dat betekent dat je in principe een 7-3 werker bent en dat je daarvoor of daarna bezig bent met je sport. Voor en erna. Voor 7 uur. Voor 7 uur probeer ik tenminste een portie beweging te doen. Ik zeg een portie omdat ik... Ja, ik dacht een portie eten of zo. Daar gaan we straks over praten. Okay. Maar wat ik dan doe voor mezelf, ik heb dus heel vroeg in de ochtend. Uitslapen bestaat bij mij niet. Ik ben iedere dag before 5 a.m. wakker, omdat ik op bepaalde dagen dus 6 uur al dames heb die ik train, begeleid. En dan beginnen die om 6 uur, dus voor 6 uur zijn ze er al. Maar goed, als je zegt je dag begint om 5 uur, hoe laat eindigt je, want dan moet je voldoende slapen toch? Hoe laat begin je bed? Het varieert. Of ben je als laat ik slapen? Heel erg moe ben, dan duik ik na de training, niet lang daarna, duik ik dan al mijn bed in. En het is? 10 uur? Dat zijn 10 uur, 11 uur, maar er zijn ook dagen waarop ik niet meteen in slaap kan vallen. Mm-hmm. Heb ik nog te veel energie. Mm-hmm. Maar als ik erg moe ben, dan duurt het niet lang voordat ik dus in slaap val. Oké, okay. Je zei op voeding moeten we straks terugkomen. Wat is het met die voeding? Sporten en voeding gaan samen, vind ik. En ik geef dus ook voedingsadvies. Omdat ik dus gewichtsconsulent ben, kloppen mensen vaak bij mij aan. Heel vaak, omdat ze dus struggelen met overgewicht. En wat ik dan doe, ik neem dan een intake. De mensen komen dan langs voor een gesprek. En dan zie je dan meteen waar het misgaat. En dan heel gauw heb ik het al door. En dan moeten ze dan een bepaald programma bij mij volgen. Oké, dus eigenlijk waarmee ik hier zit, is verboden terrein. Een caloriebom. Is verboden terrein voor jou. Ik zou zeggen, een caloriebom, ja. Maar ik zou niet zeggen dat het niet mag. Omdat het lichaam, kijk, je verbrandt ook weer. Het hangt helemaal van je, hoeveel lichaamsbeweging je op de dag hebt. Maar iemand die bijvoorbeeld als goal heeft, ik wil voor de maand 3 kilo of 2 kilo eraf, die gaat dan toch wel voorzichtiger om moeten gaan met calorieën. Dan kan je niet hier en daar gebak en calorierijke maaltijden nuttigen. Dan ga je toch wel even wat rustiger daarmee doen. Oké, één ding weet ik zeker. Ik ben een keertje tegengekomen in de Kuil. Je zag me niet volgens mij, maar... Er zijn zwerfhonden daar en je haalde eten uit je auto en je gaf aan die zwerfhonden. Nu weet ik dat er een aantal mensen is dat doet. Doe je dat nog steeds? Ik doe dat nog steeds, maar ik doe het niet voor mezelf. Ik ben namelijk dus ook bestuurslid van de Henk Abrahams Stichting. En ik ben daarmee begonnen. Toen ik dus liep in 2010, liep ik dus advocatenstage. En zo ben ik dus ook in contact gekomen met mevrouw Ashroof. En ja, ik heb altijd heel veel liefde gehad voor dieren. En vandaar dat ik ook het programma voor de stichting nog steeds doe. En na 10 jaar nog steeds het programma Liefde voor Dieren, waarbij ik steeds met informatie kom. Omdat ik het heel erg belangrijk vind. Als ik ook zie dat er mensen zijn die niet goed omgaan met hun dier, dan probeer ik dan ook weer heel rustig met ze te praten. Want mensen worden vaak genoeg boos. En ik zeg altijd, wij eten. Wij kunnen makkelijk zeggen, oké, ik lust een broodje. Ik ga een broodje kopen bij de Lies. Maar de honden hebben geen portemonnee, ze hebben geen geld. Dus je ziet ze zoeken en dwalen. Ja, ze zijn op straat, maar nergens vinden ze wat te eten. Dat is verschrikkelijk, hè? Dus laat jezelf in die positie. Wat mij heel erg opvalt, is dat er meer mensen zijn. Er zijn maar 1 of 2 mensen in de Kuil die dat doen. En eigenlijk als die honden die wagens zien 200 meter afstand, klopt, dan rennen ze er naartoe. Klopt. Is wel dankbaar werk, hè? Geweldig. Dus als ik de dieren niet gevoed heb, dan slaap ik ook niet rustig. Dus wat ik dan doe, er zijn mensen, ja, ik doe dit werk al jaren, maar we hebben vaak naar vrijwilligers gezocht. Hè? En dan wat hoor je vaak genoeg? Ik heb het druk, ik heb geen tijd. Nadat ik al mijn lessen heb gedraaid voor de dag, ga ik de deur uit. En ook al ben ik vergeten, want soms zijn gedachten misschien ouders. Je denkt, oké, ik ga regelrecht naar huis. En dan beland ik thuis en ik zie van, oeps, ik ben vergeten om te stappen voor de dieren. Ik ga dan weer mijn huis uit. Om ervoor te zorgen dat ze hun portie krijgen. Ja. Ja. En als ik zo naar je luister, dan werk je bij de overheid. Dat andere dat je doet, dat is in principe ook werk. Zijn er dan leuke dingen die je doet? Wat doe je om te ontspannen? Voor mezelf om te ontspannen. Sporten is al ontspanning voor mij. Dat is ook een beetje werk, no? Nee. Ik geniet ervan. Dus. Oh, ik denk misschien, zoals we hier zitten, dat ik dus misschien met een groepje vrienden eruit kan gaan om een beetje te socializen. Heel rustig, want er zijn
je weet het, iedereen heeft het tegenwoordig druk. En wat ik dan soms doe, dat ik afspraken maak. Maar laten we het niet alleen via de app doen, elkaar groeten, maar laten we ook af en toe bij elkaar komen en een beetje babbelen. Ja. En dat is voor mij ook ontspanning. Oké, okay. Nu moet ik echt wel een stukje van mijn cake eraf halen. Heel voorzichtig, hè? Hopelijk lukt het me. Het lukt. Okay. Smaakt, ik zal maar niet zeggen hoeveel calorieën ik in heb. Geen probleem voor dit moment. Hier naar binnen wel. Ja. Maar het smaakt. Het smaakt, ja. Ik ga de mijne zo met die aanvallen. Het smaakt heel erg. Als je een beetje vooruit kijkt, dan dingen als trainingen, zeker fysieke training. Hoe ouder je wordt, hoe minder energie er is. Hoe zie je jezelf na 20 jaar? Na 20 jaar zie ik mezelf nog even fit. Misschien, ja, ik hou van uitdagingen. Dus dingen die ik misschien nog niet geprobeerd heb, dan heb ik sowieso misschien als ik 60 ben. Ja, je weet maar nooit. Want ik zie ook bij de mensen om me heen, als ze eenmaal beginnen met sporten, dan durven ze uiteindelijk ook veel meer. Je hebt mensen die beginnen op hun 50ste met mee te sporten en uiteindelijk zie je van wauw, ze zijn boven de 60 na een paar jaren. En dan doen ze toch nog veel meer. Dus ik denk dat ik over 20 jaar veel meer zal doen. Vind je dit echt je roeping? Ja. Ik leef ervoor. Ik sta op ermee en ik ga er weer mee slapen. Kan je voorstellen dat mensen niet van sport houden? Dat kan ik me niet indenken hoor. Het lichaam is gemaakt om te bewegen. En dat zie ik ook bij de beginners die ik pas die ik bijvoorbeeld meeneem op de powerwalk route. En dat doe ik ook. Ik zeg, je kan lopen, misschien een kort stukje, maar dan denken ze, wauw, ik ben fit. Wanneer ik de mensen meeneem op een route, dan zie je dat ze struggelen. Dat ze echt sukkelen en dan zeggen van, wauw, dit is verschrikkelijk. Dus het lichaam is gemaakt om te bewegen. Ik zou zeggen, tenminste één keer per dag, doe dat voor je lichaam. Mm. En over het algemeen heeft onderzoek uitgewezen dat het percentage mannen dat sport veel en veel hoger ligt dan het percentage vrouwen dat sport. Heb je een goed advies voor ze? Ik zou zeggen, blijf niet zitten. Want kijk, excuus wat die vrouwen meestal hebben, ze moeten er thuis zijn voor de kinderen. Uiteindelijk worden de kinderen ouder, natuurlijk. En bij Chicoff is het zelfs zo. Waar de ouders de kinderen mee mogen nemen. Hè? Vaak genoeg zien ze met de kleintjes, ze hebben iets om de kinderen bezig te houden. Dus het is daar alvast geen drempel. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen dat uurtje voor de dag zou je wel vrij kunnen maken. Want kijk, uiteindelijk, wanneer er een heleboel vervelende ziekten komen bijsluipen, dan is het al te laat. Hè? Dan ga je zeggen van, was ik maar begonnen met sporten. Maar ik zeg, liever doe je het nu. En dan heb je er sowieso geen spijt van. Je hebt er nooit spijt van als je sport, want je voelt je heerlijk. Mm-hmm. Na elke workout heb je een voldaan gevoel. En bij jou, ik ken die school van jou, veel vrouwen, zijn er ook mannen? Er zijn ook mannen, maar het kan beter. ik mag wel zeggen dat de mannen die er zijn, dat ze blijven. Dus wanneer ze komen en ze ervaren, ze zien hoe de workouts eraan toe gaan, dan denken ze, wauw. Vaak genoeg, de mannen die komen, houden geen lesje vol. Eerste les van ze, kunnen ze vaak genoeg niet volhouden. En tenslotte, Joanne, hoe denk je dat, zeg maar, die mensen die jij onder je hebt, hoe denk je dat ze tegen je aankijken? Ze noemen me vaak genoeg de motivator. Okay. Omdat als ik je bijvoorbeeld niet heb gezien een weekje, denk ik van, hé, iets klopt niet. Ik blijf je bellen, ik blijf je appen, ik weet van je hebt het nodig. Ik vind het heel jammer als bijvoorbeeld iemand die bijvoorbeeld 40 kilo moet afvallen om zijn of haar streefgewicht te bereiken. Je bent al op min 20 en dan laat je het liggen. En dan als je die mensen, ik heb iemand die me pas gecontact heeft dat ze dus weer het sporten oppakt, maar ik heb haast wekelijks contact van kom, ik zie je niet. En die persoon zei me, schrik niet als je me weer ziet hoor. Ik ben 10 kilo bijgekomen. Zie je, dat is jammer, hè? Ja. Dus het is gewoon doorgaan, continu. En dan merk je dus ook, als je sport, ga je dus automatisch ook op je voeding letten. Hè? Omdat je weet van, je bent er zo keihard tegenaan gegaan en dat wil je dus niet verpesten. Ja. Met een ongezonde maaltijd. Ik voel me zo schuldig, maar goed. Maar goed, met deze woorden van Joanne, de motivator. Ik raak gemotiveerd, dus ik ga vandaag ook gaan sporten. Zeg, we komen aan het eind van deze koffiebreak.
Joanne, ik hoop dat je ervan genoten hebt. We weten nu iets meer van je. Voordat je weggaat, hebben we een leuk cadeau voor je. Als je vergeten bent, als je te laat bent, zet je koffie maar in deze koffiekan. En dan neem je hem mee. Thank you. Hartelijk dank, hè. Hartelijk bedankt voor deze babbel, zou ik zeggen. Blijf het goede werk doen. Blijf goed voor die honden zorgen. Zeker, en we komen je zeker tegen in de straten van Suriname. Yes. Thank you. Dat was dus onze gast Joanne Wimpel, die we vandaag hadden in onze koffiebreak. We moeten nu weer aan het werk, dus het houdt op hierbij. We zien u de volgende keer terug. Goeiedag.